Ja, inmiddels is Israël begonnen met het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Ja. Is dat waar we in Nederland ook naartoe zullen gaan? Nou, ik denk wel dat de kans groot is dat we kwetsbare kinderen, kinderen met onderliggende aandoeningen, dat we die, dat we daar het advies over zullen geven om die wel te vaccineren. Maar om ook gezonde kinderen die niets, die geen onderliggende ziektes hebben, om die ook te gaan vaccineren. Dat is maar helemaal de vraag of dat ook verstandig vindt, of we dat met z'n allen ook verstandig vinden. Vooral omdat die gezonde kinderen, die worden zelf niet tot nauwelijks ziek van dat virus. En dan zou je dat eigenlijk alleen maar doen voor die beroemde vaccinatiegraad. En dan zou je dus gezonde kinderen gaan vaccineren, eigenlijk omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen. En daar hebben wij wel als kinderartsen enige moeite mee. Oké, dus dat vindt u geen goed idee? Dat vinden we, zoals de cijfers nu liggen, vinden we dat geen goed idee. Maar ik hoor toch nog een kleine, zoals de cijfers nu liggen. Dus nou ja, mochten de cijfers veranderen? Nou, kijk, nou niet zozeer de cijfers van de samenleving, als wel de cijfers van de veiligheid van het vaccin. Kijk, er is relatief weinig bekend nog over de veiligheid van het vaccin. En dat betekent dat we dat voordat je echt gezonde kinderen dat gaat aandoen, hè, een vaccin gaat aandoen, moet je wel helemaal heel erg zeker weten dat het ook veilig is. En op dit moment is er een hele kleine studie met ongeveer 1500 kinderen gedaan. Dat is echt heel weinig. We weten dus wel dat het veilig is voor volwassenen, maar voor kinderen weten dat het zo niet. Zo is het. Okay. Kinderen van deze leeftijd, hè? Check. Vanaf 12 jaar wel. Precies, dat is wel al bekend. Nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid verder over hebben, maar eerst gaan we naar